Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 25 november 2015. Jolanda de Nijs en Robin van Dolderen. Ik moet eerst even iets aan mijn laptop veranderen, want dat is ergerlijk. De video's die ik heb gemaakt zijn 127 keer bekeken binnen 24 uur. Dat betekent iets. Ze zijn voornamelijk bekeken in Nederland, België en Canada. Nou, ik heb in België twee soorten fanclubs. Eén, dat is natuurlijk de veiligheidsdienst en daaraan verbonden de politiek. Twee, de zware criminelen. De criminaliteit. Dat weet ik absoluut zeker en dat weten alle veiligheidsdiensten ook. Dat heeft te maken met die overval die had plaatsgevonden op Brinks. Brinks was van binnenuit geregeld, dat zeiden ze zelf. Maar ik had ook een bepaald traject dat een bepaalde gedachte rond dat lobbyplatform, die heet Security Delta. Dat heb ik in een video uitgelegd en die video is bekeken door zware criminelen. Zit daar Al-Qaeda bij? Ja, ga daar maar gewoon vanuit. Yeah. Dus je moet ervan uitgaan dat in België zowel de veiligheidsdienst, de president en criminelen weten wat er aan de hand is. Canada is een heel ander verhaal. Ik nam voor het eerst contact op met Canada toen ik kon bewijzen dat Dr. Sir Paul McCartney Halifax in Canada in gevaar bracht tijdens een concert. Hij had namelijk niet verteld dat er een doodsbedreiging was in Israël aan hem gericht, veroorzaakt door zijn criminele relatie tot mij in het internationaal strafhof. En het is weer die hele lobby. Nou ja, het komt erop neer dat ik heb Halifax en de president toen gewaarschuwd en gezegd van ja, Dr. Sir Paul McCartney, ligt alles aan elkaar. Het zou best wel eens kunnen zijn dat daar een terrorismeaanslag of een liquidatie op Paul McCartney plaats zal hebben. In antwoord daarop heeft Halifax alle VIP-kaarten geboycott. Dus Dr. Sir Paul McCartney heeft moeten bijdragen, financieel moeten bijdragen. Oké, geen doden, prima. Daarna vond het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, dat Rob de Wijk ook dat contact wat ik had met Canada moest vernietigen. Rob de Wijk krijgt geld om mij te vermoorden. Rob de Wijk heeft geld gekregen om die Hague Security Delta te bouwen. Dus al die organisaties, ICCT, HCSS, het Global Justice Institute, echt alles wat verbonden is aan HCSS, dus de hele bureaucratie, is er op gericht om mensen zoals mij te doden. Dus de mensen naar wie je toe gaat voor hulp, worden je grootste vijanden in de burgeroorlog in Nederland. Canada heeft mij natuurlijk in het veiligheidssysteem staan. Maar voor zowel Canada als België geldt dat ik de ambassades eigenlijk niet zoveel e-mail. Af en toe, als ik denk dat het echt nodig is. Ik voel me natuurlijk niet alleen beledigd. Het leven is gewoon heel zwaar als mensen je dood willen. Als je iets heel goeds doet voor jezelf en voor het land, voor Nederland. Maar de elite, de politieke macht wil je dood hebben omdat je dat doet. Nou ja, dat weet Al-Qaeda ook. He, die weten dat ik bewijs dat de Hoge Raad een moordenaarsclub is. En het internationaal strafhof en dan die hele lobby die is opgebouwd om mij te doden. Wat betekent dit voor jou? Het betekent in eerste plaats dat je niet bang moet zijn om je te gedragen zoals ik doe. En ik kan me echt voorstellen dat je helemaal bevriest als je dit ziet en hoort. Dat je echt denkt van, hoe moet ik dat dan doen? Hoe krijg ik mijn zoon ooit terug? Nou, die krijg je wel terug. Maar in een ander systeem. En dat is dus het systeem wat jij niet kent, maar dat ga ik je wel beetje bij beetje uitleggen. Ten eerste moet je heel erg real-time leven. En real-time is wat ik nu doe. Ik heb een bepaalde constatering die van belang is voor jou en Robin, namelijk België-Canada. Ik geef je die meteen. In het openbaar. Want dan kan niemand van die kwaadaardige lobby er een ander verhaal van maken.
Die kwaadaardige lobby, die moet je gaan opsplitsen in een aantal categorieën. Kijk, Rusland en China zijn ook kwaadaardig naar mij toe. Maar ze zijn volgbaar en dat maakt het ook werkbaar. He, ze regelen niet stiekem iets achter mijn rug. Kijk, als ik dit soort video's maak, weet ik niet wat Hop de Wijk nu weer regelt samen met Opstelten, Plasterk en Timmermans. Dat duurt weken voordat ik daar achter ben. Maar ik weet wel wat Poetin regelt. Dat weet ik morgen al. Dat kan ik gewoon afleiden aan zijn gedrag, aan berichtgeving en dergelijke. Je moet dus niet bang zijn om te handelen zoals ik nu doe. Deze vorm van real-time. Dan ga ik je iets uitleggen over de Galaxy. Dat gaat langzaam, want dat komt uit mijn overlevingsstrategie. En mijn overlevingsstrategie is goed voor mezelf en ook goed voor het land. Kijk, wat ik had gerealiseerd met die rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof, is het wegkappen van slavernij, wereldwijd. Het internationaal strafhof had tegen Nederland moeten zeggen van waar zijn jullie mee bezig? Wat moeten wij met een Nederlandse vrouw? Hoe haal je het in je hoofd? ICC staat in Den Haag. Geef die vrouw een schikking en schadevergoeding. Geef die vrouw ambtenaren die wel haar mensenrechten geven. En die vrouw die kan gaan werken. En dan zijn we overal vanaf. Maar ze zijn juist het tegenovergestelde gaan doen. Ze zijn juist overal oorlog gaan bouwen. De procedure die ik had, die had ertoe geleid dat wereldwijd slaven een traject hadden ontdekt naar een hogere rechtbank. Dat ingaat tegen de EU. Nou zeg, passeert, EU en VN passeert. En dan op kortere termijn een einde maakt aan slavernij. Maar dat willen ze natuurlijk niet. Ze willen gewoon babykleding van meisjes gemaakt door meisjes in Bangladesh die daarvoor moeten creperen. Dat wil het internationaal strafhof, dat wil de EU, de VN en dat wil de Nederlandse overheid. Dus dat is sowieso voor mij al hard, weet je. Het is mijn overlevingsstrategie, is gewoon, heeft ook recht van bestaan. Afgezien daarvan was het echt een heel goed begin. Nou, dat ga jij ook meemaken. Dan word je in de val gelokt, val na val na val. Hoe overleef je dat? Nou, in mijn wereld geldt heel sterk dat er krachten zijn groter dan ik. En die zijn onvoorstelbaar veel eisend in mijn leven. Tegelijkertijd kan ik daardoor een bepaalde nuchterheid uitbouwen. Kijk, er is iets dat heeft de hele galaxy gemaakt met al die sterren, planeten, gaswolken, satellieten. Of meteorieten en zelfs de satellieten, hè, want de planeet Aarde is gemaakt. Nou, dat iets, dat heeft een bepaald systeem van schifting, goed en kwaad. En nu wordt er op aarde heel erg veel kwaad aangemaakt. Kwaad heerst op aarde. Alle presidenten, alle regeringen, alle ambassadeurs, alle bodies, organisaties die zich bezighouden met de mensenrechten, ze werken allemaal vanuit het kwaad. Dus allemaal alleen maar hebben, graaien, heersen en moorden. Maar de galaxy werkt niet alleen vanuit het kwaad. Die hogere krachten, die moet je behandelen als je beste vriend. En wat je dan krijgt, is een overzicht van goed en kwaad. En daar kan je dan op planeet Aarde naar gaan handelen. Je krijgt het niet cadeau, het komt niet binnenwaaien, weet je. Het is geen kaartje van vrolijk kerst en happy new year en dat is het dan. Nee, het komt binnenwaaien in emoties, hele zware emoties, soms weer gewoon letterlijk lam geslagen. Dan moet je gaan zitten, dat laat je dan van je afgeleiden. Of je gaat gewoon zitten, je doet niks en dat is het. Er komt een einde aan. Als je je lam geslagen voelt, echt, als je denkt van Jezus, alle rotsen van de hele wereld staan op mijn kop, ik word er gek van. Gewoon over je heen laten komen. Het gaat weg. Je moet het wel aanvaarden als een soort teken. En dat teken is dat er iets, het gaat vanzelf weg, maar dat je ook wel anders kan gaan denken. Heel veel gevoelens van ontevredenheid of pijn of verstikking duiden er meestal op dat je iets moet loslaten, iets kleins of iets groots.
Of dat je misschien wel een hele andere golf moet kiezen. Dat is allemaal sterk persoonsgebonden. Ik kan dus niet voor jou bepalen wat het is. Kijk, ik heb allerlei symbooltaal. Ik kan één ding uitgeven. Als ik droom over zwembaden, dan weet ik dat het een bepaalde gemoedstoestand is. Als ik droom over spoorlijnen of auto's of fietsen, dan weet ik dat dat het tempo van de vooruitgang in mijn leven, dus mijn succes, mijn impact, symboliseert. Ja, ik kan natuurlijk niet voor jou bepalen wat het is. Dat zal je zelf moeten ontdekken. Je moet niet bang zijn voor een soort tweede taal die je in de atmosfeer ontmoet. Die tweede taal wordt in Nederland afgedaan als psychose of schizofrenie, maar ik geef er de voorkeur aan om ziektes als psychose en schizofrenie te behandelen als talen. Dat zouden we allemaal moeten doen, maar dat vergt nogal wat. Ten eerste vergt dat je heel veel kennis hebt van het leven en dat je daar ook mee hebt leren omgaan, dus aangeleerd therapeutengedrag. Ja, en dan moet je ook nog bestand zijn tegen de intense haat die je van de samenleving over je uitgestort krijgt als je je gedraagt zoals ik nu doe. De intense minachting en oppervlakkigheid. Je zal merken dat het vooral die oppervlakkigheid is die je ontzettend diep beschadigt. De onwil van mensen om de waarheid te willen weten. Dat is het diepst beschadigende gevoel dat ik ken. Die galaxy. Die galaxy moet je zoveel mogelijk gebruiken als vriend. Het is dus een soort derde in je bestaan. Vriend of vriendin. Je mag niet. Nee, het is een neutraal iets. Het is een unisex iets. En er komen mannelijke en vrouwelijke golven uit de voorschijn. En dat moet je dan wel real-time verwerken. Je moet die galaxy vertalen naar video's zoals ik ze maak. En dat wil je omdat je twee dingen wilt bereiken. Eén, je wil via de taal van de galaxy je zoon redden. Je bent zijn moeder. Dus wat je wilt is dat hij de juiste informatie ontvangt en dat hij zichzelf kan opschonen en kan aansterken en dat hij dus de juiste beslissingen kan nemen. Nou, dat moet je doen via de galaxy. Je moet elke avond, voordat je gaat slapen, of met hem of met de galaxy praten. Je moet dat ook vrij exact doen. Je moet je woorden exact kiezen. En dan moet je de bureaucratie, zoals jij hem nu gaat tegenkomen, de burgeroorlog bureaucratie, uitleggen. Dag na dag na dag. En daar word je helemaal gek van. En dan komt er toch wel een moment dat je weet dat je al die video's niet voor niks hebt gemaakt. Als ik de afgelopen anderhalf jaar die video's niet had gemaakt, had ik jou dit allemaal nu niet kunnen uitleggen. Want er is een heel verschil tussen 5 A4'tjes vol schrijven en video's maken en al je gevoelens laten zien. Als je real-time bent, kunnen mensen je gedachten volgen, je gedrag volgen en kun je op een gegeven moment alles zeggen en doen zonder dat je daar voor gestraft. Nou ja, laat ik wel zeggen, als ik iets wil zeggen wat ik niet mag zeggen, omdat het juridisch gewoon echt niet kan, dan zeg ik doorgaans van ja, ik mag nu niet zeggen wat ik denk. Nou, ga er dan maar van uit dat ik geen lievertje ben op dat moment, alleen dat ik gewoon wel besef dat je niet alles kan zeggen. Dus zo moet je wel met jezelf omgaan. Je moet wel juridisch correct blijven werken. En als je gek wordt en je redt het niet, dan moet je zeggen van nou, het is nu bijna onmogelijk voor mij om juridisch correct te werken. Wat jouw taak is, naar je zoon toe, is uitleggen hoe de bureaucratie die jij in Arnhem tegenkomt, in elkaar zit. Er komt een dag dat die zoon van jou die video ziet. En die moet buiten Facebook om. Dat is YouTube en C.nl. Ik weet niet of er nog iets anders is. Ik gebruik dat niet in het buitenland. Maar het moet buiten Facebook om. Alleen dan kun je ook een nieuwe bureaucratie in Nederland aanmaken die wel rechtvaardig is en die er wel toe leidt dat de waarheid op tafel komt. Kijk, want wat jij niet weet is dat bijvoorbeeld de burgemeester van Arnhem helemaal geen persoonlijk belang heeft bij het ventileren van de waarheid over wat er is gebeurd met jouw zoon.
Zijn persoonlijke belang ligt in Den Haag bij die Hague Security Delta, het burgemeestersgenootschap. En daar bepalen ze gezamenlijk wie er moeten worden vermoord en wie er mensenrechten mogen hebben. En wie er, maar God weet wat, hè? Kijk, dat weet jij niet, dat moet je allemaal nog aanvaarden. Maar als jij dus uitlegt wat je tegenkomt, en je doet dat voornamelijk aan je zoon gericht of aan mij gericht, dan krijg je een nieuwe vaardigheid. En die vaardigheid geeft je rust en wijsheid. Uiteindelijk is dit denk ik de enige manier, hè, dat er allemaal Nederlanders zijn die zich op deze manier gaan gedragen, die dan de gewelddadige bureaucratie kunnen minimaliseren. Omdat Politiek Den Haag de waarheid niet wil weten. Alles wat Politiek Den Haag tegen jou zal zeggen, is een leugen. Omdat ze gewoon weigeren te erkennen dat er een Nederlandse vrouw is die bewijst dat de Hoge Raad en ook de rechtspraak mensen folteren en vermoorden op verzoek van politici. Zolang ze dat blijven ontkennen, zolang ze die Hague Security Delta lobby blijven ontkennen, is alles wat tegen jou gezegd wordt een leugen. Dus moet je je eigen waarheid verankeren en dat doe je dan in een video als deze. Oké, ik laat het hierbij.